Bij deze de unboxing van de nieuwe Philips Frames Cityscape hoofdtelefoon. Het is een nieuw ontwerp hoofdtelefoon. Eigenlijk gebouwd rond een aantal concepten die Philips in het verleden heeft gebruikt. Waarvan een van de prettige dingen eigenlijk een beetje het polycarbonaat van de O'Neill series is. Anderzijds zijn er daar... Dat een beetje de vormgeving van de wat ziekere bestaande Cityscape lijn. Een van de enorm leuke dingen is dat dit een hele grappige verpakking is. Dus hier hoofdtelefoon is wat algemeen wat groter. En dat komt namelijk, deze kun je namelijk inklappen. Dat zie je eigenlijk zodra je de doos openmaakt. Het staat ook echt heel mooi in het zilver erin gegraveerd. Het is een beetje afgekeken van hoe Apple de iPhone verpakt, dat je echt een doos in een doos hebt. Kijk, daar is dan de zwarte binnenkant. Je krijgt een tasje met een voering erbij voor het vervoeren van de hoofdtelefoon. Een van de dingen die gelijk opvalt is dat het leer van de hoofdtelefoon erg mooi is afgewerkt. Een vrij lichte hoofdtelefoon. Als je hem zo uitklapt, dan zie je hem inderdaad. De kussens zijn erg zacht. Ook een beetje een mooi soort materiaal. Er zit een soort honingraadachtig patroon zit erop. Daarachter zit de spreker. Ze sluiten heel erg goed af. Als je hier naar luistert, dan... hoor je weinig omgeving uit, dus je kan ze ook in het vliegtuig opzetten. Dan heb je het minder last van de motoren en van je medepassagiers. De Cityscape staat er ook heel erg mooi met een leuk typefont. Een van de briljantere dingen is, hij is aan één kant bedraad, dus je kan niet in het draad verstikt raken. Een andere prettige bijkomstigheid is dat er gewoon een jackplug op kan, dus dat je inderdaad ook een eigen draad erop kan gebruiken, bijvoorbeeld een lange kabel nodig hebt of je hebt aan bijvoorbeeld een camera of aan een ander apparaat een gekke aansluiting dat je een verloopstekker kan gebruiken. De witte draad die erbij zit is voorzien van een soort, ik noem het dan maar vetermateriaal, maar een soort stofmateriaal zodat die minder snel aan de knoop raakt. En ook eigenlijk een soort trekontlasting hebt. Dus dat hij dus niet zo snel scheurt of gekke dingen gaat doen. Er zit inderdaad in het kort een microfoon. Dus knopje indrukt kun je inderdaad een gesprek aannemen. Of voice-over op je iPhone gebruiken om een commando te geven aan iTunes om een track op te zoeken. De plug die erop zit is haaks. En dat is op zich wel prettig, want veel smartphones... hebben de plug tegenwoordig aan de bovenkant of aan de onderkant. En dat zorgt er dus voor dat je dus niet hebt dat je telefoon ondersteboven in je binnenzak moet hebben. En dat je hem dus moet omdraaien als je even een bepaalde functie wil oproepen. Ik heb deze in een MacBook Pro gehad en het viel me op dat ik iTunes op pauze kon zetten op het moment dat ik het knopje van de microfoon indrukte. Dat was wel, ik weet niet of dat zo bedoeld is, maar het komt op zich wel handig uit. Dit stekkertje gaat dan inderdaad in de jackplug. Zo met dit soort dingen, één hand filmen en één hand het sluitmechanisch af. Dit is ook een soort zacht rubber waar het draad ook gelijk in vast is. Een goede stevige trekontlasting. Dus als er een keer spanning op komt staan tijdens een activiteit, dan gaat het kabeltje eruit in plaats van dat het kabeltje zelf losgaat. Dit is ook één gegoten combinatie waar het draad echt vast zit in de stekker. Dus het is echt een goede stevige aansluiting. Vandaar mijn referentie aan de O'Neill series. Dit is een vrij degelijk soort polycarbonaat wat de oorschelpen vasthoudt. Die kunnen nog eens een klein stukje kantelen. Hij zit vrij strak, maar dat komt hij net nieuw uit de doos is. Op zich niet oncomfortabel. Maar het is wel na het even wennen als je een wat grotere hoofdtelefoon gewend bent. Daarentegen zijn de kussens wel zacht, dus echt heel erg anders is het niet. En als je niet anders gewend bent, dan komt er
Leuk detail is ook het mooie ouderwetse Philips logo. Zal vooral bij fans van PSV het hart sneller doen kloppen. Kan er behoorlijk uitschuiven. Dus ik dat de draad mee. Dat het leuke aan dit draad is, het is kleiner, maar het is eigenlijk met hetzelfde soort, ja, ik noem het een beetje oneerbiedig, maar een soort schoenvletenmateriaal zit omwonden. Als waar ook het hoofdsnoer van voorzien is. Dus dat is op zich echt heel erg leuk gedaan. Als je dat dan verder kijkt, kan je inderdaad ook vrij klein meenemen. De etui die erbij zit, ja, sommige fabrikanten hebben er zo'n hard plastic case bij. Dit is meer voor gebruik bij een smartphone, voor op vakantie, voor in het vliegtuig ook. Daar is ook verrassend goed voor, omdat hij goed afsluit. Is het op zich wel handig, je kan het in je handbagage meenemen. Ik kan hem ook vrij eenvoudig hier boven liggen, maar het doet een beetje denken aan de dingen die je vroeger van een bepaalde andere fabrikant kreeg bij Minisc Recorders en Walkmans. Een beetje ook dezelfde kwaliteit, is ook vrij duurzaam. Buitenkant van een ruwer materiaal. Verder zit er nog een klein handleidingje in het doosje. En wat leuk is ook aan de binnenkant van de doos, dus als er niemand opletten, zit inderdaad nog een soort, ja, hoe zou ik het zeggen, een grafische tekening van het Cityscapes logo wat hier ook in de binnenkant in zit. Dus aan het design van zowel de hoofdtelefoon, maar ook als de verpakking, is echt heel veel aandacht besteed. Dat is op zich leuk. Bij heel veel andere Philips producten merk je toch dat het design wat minder naar de voorgrond treedt dan de functie. Hier hebben ze dat beide vrij aangenaam verenigd. Wat betreft het geluid. Hij klinkt vooral heel erg goed in het midden. Hij heeft een niet al te gekleurd toonbeeld. Het is niet zo'n hoofdtelefoon die je opzet met een hele knijterzware bas. De bas is wel gedetailleerd, maar niet overdreven aanwezig. Dus ja, als je graag hip-hop of trends luistert, dan zou je eigenlijk meer een hoofdtelefoon moeten nemen die daar ook van geëigd is. Van die grote oorkleppen zet je dan ook op. Dit is eigenlijk voor alle andere muziek meer dan voldoende. Kunt u nog wel hip-hop luisteren, alleen het is niet zo. Niet zo warm als bepaalde hoofdtelefoons klinken, maar voor rockmuziek, popmuziek, maar ook jazz en R&B is hij uitermate goed te gebruiken. Hij is ook een stuk stijlvoller dan die hele grote dingen. Hoofdband is verder ook helemaal in leer uitgevoerd. Leuk is dat de stiksels zitten hier één kant op. Dat is, normaal zie je dat aan twee kanten zitten, maar hier is het aan één kant. Ik weet niet of daar specifiek voor gekozen is, maar het heeft op zich wel wat. Tot zover de unboxing van de Philips Frames Cityscape hoofdtelefoon.